We kennen geen enkel document waaruit blijkt voor wie Breugel de val van de opstandige engelen zou hebben geschilderd. Maar Breugel heeft wel een belangrijke informatie meegegeven op het schilderij zelf. Hij dateert het namelijk in 1562. 1562 is een scharnierjaar in het leven en in het werk van Breugel. Tot 1962 woont en werkt hij in Antwerpen. In 1563 verhuist hij naar Brussel. Bovendien valt deze verhuis samen met een belangrijke shift in zijn artistieke output. In Antwerpen zal hij vooral tekenen in voorbereiding van gravures. En vanaf 1562, in zijn Brusselse periode, zal hij het merendeel van zijn werken gaan schilderen. En die verandering veronderstelt dus ook dat hij zich misschien gaat richten op een meer erudiet kennerspubliek. Een publiek in Brussel dat zich situeert rondom het hof.